Ik heb in mijn leven altijd als vakbondsafgevaardigde gestreden hier in België om eerlijk loon voor rechtvaardig werk te krijgen. Ik vind het heel belangrijk dat Fairtrade dit over de hele wereld doet en dat we daar toch ook even bij stilstaan. Ja, het is belangrijk om voor Fairtrade te kiezen, omdat iedereen wel een steentje kan bijdragen. We doen dat in ons land, maar we kunnen dat ook verder van huis doen. En door te kiezen voor een product van Fairtrade heb je de zekerheid dat er geen kinderarbeid is, dat er eerlijk loon betaald wordt voor het werk dat mensen uitvoeren. En zorg je ervoor dat we duurzaam, op een duurzame manier, die producten eigenlijk afgewerkt worden. En de planeet is toch van ons allemaal. Dus als je kiest voor Fairtrade, kies je ervoor om het leven en de wereld wat socialer te zetten en dat we allemaal een stapje vooruit zetten. Ik voel dat de Belgen steeds meer en meer zich bewust zijn rond klimaat. Ik voel dat er veel meer nagedacht wordt over de producten die mensen aankopen en het verhaal wat dat erachter ligt. En te vaak wordt aan Fairtrade nog gedacht aan koffie of aan bananen. Maar Fairtrade is eigenlijk veel meer dan dat. Ik zelf bijvoorbeeld, mijn dekbedovertrekken zijn allemaal Fairtrade. Ik ben er zeker van dat het 100% biologisch is en dat 100% Fairtrade is. Dat zorgt er voor mij voor dat ik een betere nachtrust heb s'avonds. En ik voel gewoon dat dat een thema is dat iedereen wel aanbelangt en dat er meer aandacht aan besteed wordt. En die campagne die Fairtrade nu doet, kan daar een steentje in bijdragen.